Ook in de winter is een ritje over de Zalkendijk langs de IJssel de moeite waard. De oude naam van de IJssel is Isala. De lengte van de IJssel is 127 kilometer. Bij Westervoort liggen de zomerkaden zo'n 70 meter van elkaar. Bij Kampen is dat het dubbele. De diepte van de IJssel is iets meer dan 3 meter. We staan hier vlak bij Kampen, bij het Zalkenveer. Het Zalkenveer is een eeuwenoude voetveerverbinding, nu fiets- en voetveer tussen de dorpen Serenbroek en Zalk. Sinds 1996 wordt de voetveerverbinding gerund door mensen met een verstandelijke beperking. Een theehuis aan de Serenbroekerkant van de IJssel behoort ook tot het project, dat sinds 2007 onderdeel uitmaakt van de Stichting Philadelphia Zorg. Het Zalkenveer is van 1 april tot en met 31 oktober dagelijks in de vaart. Over de IJssel kun je regelmatig de grote binnenvaartschepen door het water zien ploegen. Om de scheepvaart op de IJssel te waarborgen, is de huidige geul kunstmatig verdiept met behulp van kribben. Bij lage afvoer zorgt dit voor een smallere, maar toch nog snel stromende en daardoor relatief diepe IJssel. Met de stroom mee gaat het vrij snel. Maar volgeladen en tegen de stroom in moet de motor stevig aan het werk. Binnenschepen vervoeren allerlei lading, zoals olie, graan, erts, containers en passagiers. Nederland heeft relatief de grootste binnenvaartvloot in West-Europa. In de winter kun je in de uiterwaarden verschillende vogelsoorten spotten. Deze mooie nijlganzen bijvoorbeeld, of gewoon de grauwe gans en de Canadese gans. Deze vogels overwinteren massaal op de sappige graslanden. Zodra je te dichtbij komt, gaan ze er vandoor. Thank you.
Kortom, een ritje over de Zalkendijk is elk seizoen een belevenis.